Goedenavond, 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 dames en heren. Mag ik u namens de grote sponsor Carline heel hartelijk welkom heten tot het live optreden van twee grote Surinaamse artiesten. Twee grote Oropokumang Fusranang. Wij gaan vandaag weer eens geschiedenis schrijven. We zijn blij dat wij vandaag toch nog kunnen presenteren. Twee artiesten die hun stempel hebben gedrukt op de Surinaamse showbiz. Te weten, een Suki Akal. Suki Akal, die gestudeerd heeft in India, als muzikoloog is gekomen naar Suriname. En de muziek uit India, zoals wij die kennen, heeft helpen ontwikkelen tot echt een eigen Surinaamse sfeer. Dames en heren, met heel veel trots kondigen wij daarom dan ook aan een live optreden vandaag in Oropokumang Fusranang van Suki Akal. Suki Akal. U heeft de heer Akal eerder al gehoord in het programma Oropokumang Fusranang. U heeft gehad het interview. Ik weet zeker dat iedereen in de zaal gekeken heeft naar het programma en genoten heeft van al die oude verhalen die hij heeft verteld over toen en zijn bezigheden, niet alleen als muzikant, maar ook met zijn werk en zijn dagelijkse bezigheden. Het was een heel goed programma waarop wij veel reacties hebben gehad. Mensen zeiden zelfs, het was de beste aflevering van Oropokumang. Ik zeg ze, elke aflevering is de beste. Dames en heren, Suki Akal! Hij komt eraan. Zal ik even een handje helpen, heer Akal? Suki Akal is een bekende instrumentalist en zoals u weet is zijn specialiteit de keyboard. En hij zal vandaag de avond openen met een Indian song die een grote hit is geweest in ons land, namelijk Sahani Raat. Suki!
Suki Akal Sahani Raad. Heer Akal, dit nummer is heel bekend geworden in Suriname. Hè? Op alle feestjes werd het ook gespeeld. Is het origineel uit India of komt het uit het Caribisch gebied? Nee. Sahani Raad. Nee, het is uit India. Het is gecomponeerd door een van mijn leraren. Daar mag ik trots op zijn. De heer Naushad Ali. En het is gezongen door Mohammed Ravi. Origineel dus uit India. Wat betekent het voor u om vandaag weer eens een live show te doen? U bent nog heel actief. U speelt op bruiloftfeestjes, verjaardagsfeestjes. Maar nu echt een show met zoveel publiek, een enthousiast publiek. Wat betekent het voor u, heer Akal? Wel, laat me zeggen. Het doet mij hart goed om zoveel gasten vanavond hier te zien die naar mij zijn komen luisteren. En ik ben hun stuk voor stuk dankbaar. Want een artiest is net als een mens zonder kleren als hij geen publiek heeft. Heer Akal, u gaat nu een pupil begeleiden. Een van uw beste zangeressen. Waarom mag deze dame nu met jou optreden tijdens je liveshow? Wel, ze is een student van mijn vrouw. Mijn vrouw heeft heel wat tijd aan haar gegeven. En ze zingt goed. Dus toen mijn vrouw vertrok naar het betere leven, toen heb ik gezegd, nou dan zing je met mij en ik leer jou verder. En dat is gebeurd waarom Farina deze dagen met mij zingt en ze vanavond hier ook is op mijn avond. En ik dank Caroline zeer voor het geven van deze avond aan mij. Ik zeg, Caroline is een beetje te laat in het leven gekomen. Dames en heren, ze zingt twee liedjes vandaag samen met haar guru Suki Akal. Wij kondigen aan als special guest Farina Lal Mohammed. Dames en heren, wij gaan in de trant van Oru Tempo Kumang. Want ja, Caroline heeft mij die grani gegeven. Maar tegelijkertijd heeft Caroline iets anders gedaan. Hij heeft mij tussen de bejaarden geschakeld. Begrijp je? Dus dames en heren, wij blijven in de trant. En een van de meest populaire Hindoestaanse melodieën. Die in het verleden gezongen is door bijna een ieder die in Suriname woont en u heeft het misschien ook gezongen. Gori Gori Torbapke Chori zongen.
Farina Lal Mohammed. Dankjewel, Farina. Farina blijft staan. Ze gaat zo meteen nog een nummer zingen, dames en heren. Maar traditie bij Oro Pokomang Fusaranang. Vraag ook reacties vanuit het publiek. En ik kijk naar een Hindoestaanse broeder of een Hindoestaanse zuster in de zaal. Maar die kan ons het best vertellen hierover, hè? Zo. Waar zijn ze? Wie is komen genieten van Suki Akal? Oké, ik zie eentje daar. Ik weet of de cameraman me daar helemaal kan pikken als ik daar naartoe loop. Maar dan kunnen we even vragen wat dit betekent, deze muziek en zo. Goedenavond, mevrouw. Het was wel even zoeken, hè? Uw naam is? Goedenavond. Ik ben een van zijn studenten, Nita Kamta. En de vertaling ervan weet ik niet. Nita Kamta, u bent student van Suki Akal. Wat leert... U was een student. Wat heeft hij u geleerd? Wat heeft hij voor u betekend? Ik ben op dit moment een van zijn studenten. Oh, nog steeds? All right. Wat leert hij u? Wat leert u van Suki nu? Keyboard en harmonium. Gaat dat makkelijk? Is hij een goede leermeester? Hij is een hele goede leermeester, ja. Toen u begon, wist u al iets van muziek of heeft hij u alles bijgebracht? Je kunt zeggen dat hij me bijna alles heeft bijgebracht. Op welk niveau bent u nu? Als ik u nu vraag naast Suki Akal te staan en te spelen, zou u een liedje kunnen spelen? Een liedje kunnen zingen met hem, ja. Wel zingen, maar niet spelen nog. Niet erg, niet erg. Heeft hij het druk? Heeft hij veel studenten? Hij kan heel veel studenten of meerdere mensen bellen. Hij krijgt heel vaak telefoontjes, maar hij doet het liever niet, denk ik. Hij doet het niet. Een beetje druk. Zo, dan gaan we nu andere mensen vragen. Meneer. Deze meneer wil ik in beeld hebben, cameraman. Ja meneer, u hier. Geniet u van Suki Akal. Is dit ook een beetje uw muziek wat Suki Akal speelt? Zo'n Gori Gori, zo'n Hani Raad. Is dat uw muziek? Nogal, want ik heb het herkend. Ik herken het, dus ja. Ik geniet ervan. Ziet u dit ook als onze muziek, Saranan Poku? Ja, jawel, jawel, jawel. Heeft u ook wel eens een keertje gedanst op zo'n Hani Raad, zo een Gori Gori? Dat nooit. U danst niet? Ik heb nooit gedanst op zulke muziek. Nooit gedanst? Dan ga ik een stapje verder hier. Meneer, heeft u gedanst op deze muziek, deze lekkere muziek? Natuurlijk. Ik vind het leuk. Maar wat zegt u van Suki Akal?